Rechters hebben hun handen vol aan de afpersingszaak van fruithandel De Groot in Hedel. Vandaag stonden er 4 verdachten voor de rechter. Ze zouden betrokken zijn bij aanslagen. Goedenavond, het is september, de maand van Airborne en Market Garden. Door corona zijn de herdenkingen en andere activiteiten opnieuw kleinschalig. Maar wat belangrijk is, dat we blijven herdenken. En Formule 1-liefhebbers met een lichamelijke beperking hebben straks in Zandvoort een droomplek langs het circuit. Ja, we zijn heel blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Vandaag stonden 4 verdachten in de afpersingszaak van fruitbedrijf De Groot in Hedel voor de rechter. Afgelopen jaren werden verschillende medewerkers en oud-medewerkers bedreigd of werden er zelfs aanslagen gepleegd. De hele zaak begon toen in een partij fruit van het bedrijf een grote hoeveelheid drugs werd gevonden. Vanaf het moment van de vondst in 2019 van 400 kilo cocaïne tussen het fruit van De Groot ligt het bedrijf onder vuur. Wat volgde was een hele reeks van bedreigingen. Criminelen eisten financiële compensatie voor het verlies van de partij drugs. Toen door een blunder van het Openbaar Ministerie een lijst met namen en adressen van medewerkers van De Groot op straat kwam te liggen, veranderden de bedreigingen in aanslagen. Er werd een granaat voor een deur gelegd en een woning van een oud medewerker werd in brand gestoken. Hij en zijn broer ontsnapten ternauwernood aan de dood. In de afgelopen jaren zijn er verschillende verdachten voor de bedreigingen en de aanslagen aangehouden en ook voor de rechter gebracht. Ja, en in deze kwestie worden meerdere rechtszaken gevoerd. Vandaag stonden 4 verdachten terecht en we gaan naar onze verslaggever Ton Arbouw bij de rechtbank in Arnhem. Ton, wat zou het aandeel zijn van deze verdachten als het gaat om de aanslagen? Nou, wat in ieder geval duidelijk is geworden, dat deze verdachten zijn aangehouden na een aanslag in Tiel. Dat gebeurde begin juni. Er is brandbaar materiaal tegen een woning daar gegooid. En er stond ook een politiecamera vlakbij deze woning. En deze 4 verdachten zijn in een auto even later aangehouden op de snelweg A2. Er waren ook nog brandbare stoffen in die auto aanwezig. En deze 4 verdachten die stonden hier vandaag voor de rechter. Omdat dat om de zoveel tijd moet gebeuren. Dan moet de rechter even toetsen hoe staat het onderzoek. En dat gebeurde dus vandaag. Dus van dat feit worden ze in eerste instantie verdacht. En dan gaat het om in dit geval poging tot moord. Want zo steekt de officier van justitie dit in. Ton, tegen 1 van die 4 verdachten denkt het OM ook nog bewijs te hebben voor een ander feit. Hoe zit dat? Ja, ze verdenken hem er ook van om een aanslag te hebben gepleegd in Waardenburg op een woning. Daar is op een woning geschoten. In mei is dat gebeurd. En er wordt zelfs nog verder gekeken naar andere mogelijke verbanden. Bijvoorbeeld een aanslag in Velddriel die ook nog heeft plaatsgevonden. En er wordt ook eigenlijk gekeken naar het appverkeer in dit groepje van 4 ook. Want er is ook in die nacht van andere aanslagen is er onderling contact geweest. En dat vindt het Openbaar Ministerie ook heel verdacht. Dus daar willen ze ook nog steeds verder onderzoek naar doen. Maar op de achtergrond is er ook nog iemand anders actief. Iemand die de opdracht zou geven. Waar ze maar moeilijk toegang toe krijgen. Ze weten dat dat iemand in de chatgroep is die heet Wiewat020. Maar meer weten ze ook niet. En daar willen ze ook over die persoon willen ze ook meer te weten komen. Ton, de zittingsdag van vandaag zit erop. Wanneer komt het weer voor de rechter? Nou, eigenlijk al volgende week, maar met andere verdachten. Dan gaat het eigenlijk om de kerngroep van de verdachten. Met ook degene waar de justitie van denkt, die zal wel eens de grote coördinator achter dit alles zijn geweest. En die komen volgende week, 7 september, voor de rechter. En dan gaat die zaak weer verder. En deze komt weer later aan de orde. Goed, Ton Arbouw bij de rechtbank in Arnhem. Dank je wel. Ja, de jaarlijkse Airborne herdenkingen zijn vandaag officieel gestart. 3 weken lang festiviteiten en herdenkingen. Maar, net zoals vorig jaar, door corona natuurlijk wel anders dan anders. Bijna nergens is publiek welkom en ook dit jaar zijn er geen veteranen bij. Here's a message from all our friends in Netherlands who are seek the world of. Bij de opening in Oosterbeek spreken Britse veteranen via een filmpje vanuit Engeland hun teleurstelling uit over hun gedwongen afwezigheid. Dat is ontroerend als je dat ziet natuurlijk in een stoel. Allemaal 90ers, bijna 100, die zo graag willen komen ook weer en nu niet.
We missen ze natuurlijk ontzettend. Je ziet ook, wij hebben de veteranen in ons hart gesloten. Maar hun hebben ook ons in het hart gesloten. De laatste keer dat de veteranen aanwezig zijn bij de Airborne-herdenkingen is in 2019. Dan komt ook het publiek massaal af op alle plechtigheden en festiviteiten. Maar dit jaar is net zoals vorig jaar weinig tot geen publiek toegestaan. Maar wat belangrijk is dat we blijven herdenken. Maar het blijft natuurlijk wel de opdracht om dat ook aan de kinderen te blijven doorvertellen. We zien ook dat de tweede generatie en derde generatie ook van de veteranen heel graag naar deze regio komen. Wellicht dat dat volgend jaar mogelijk is. Dan denk ik dat wij toch weer een heel end het zo kunnen doen zoals we eerder hebben gedaan. Dus met heel veel mensen. Dit jaar lukt dat nog niet, maar volgend jaar wel. We hopen dat er dan toch misschien nog ook enkele veteranen toch naar deze kant kunnen komen. All the best. Bye-bye. Ja, iedere echte autosportfan kan natuurlijk niet wachten tot de Grand Prix in Zandvoort vrijdag van start gaat. Onder die fans zijn ook mensen met een handicap en voor hen is het niet makkelijk om naar zo'n evenement te gaan. Maar dankzij een Achterhoekse stichting kan dat deze keer wel. Het is uniek dat het in Nederland is en het is gewoon heel erg leuk om dat samen met mijn vriend te kunnen doen. Ze kan haar geluk niet op, Jetty uit Harskamp. Ze gaat naar de Grand Prix in Zandvoort. Maar omdat ze in een rolstoel zit, gaat dat niet zomaar. Je moet kijken of het rolstoel toegankelijk is. Je moet ergens verblijven. Want dat heen en weer rijden, dat kost ook heel veel energie. En dan nog de extra spullen die mee moeten en de zorg die Jetty nodig heeft. Maar dankzij stichting NRPU van Frank Smulders uit Silvolde kan ze nu toch naar de Formule 1. Ik zit 30 jaar in een rolstoel, dus ik kan er een klein beetje over meer praten. Zijn stichting NRPU, dat staat voor No Restrictions Party Unlimited, heeft vlakbij het circuit van Zandvoort een grote tent opgezet waar mensen met een beperking kunnen overnachten. Enorme tent, 1500 vierkante meter hier in Zandvoort. En binnen in de tent heeft iedereen een eigen kamer, al dan niet samen met partner en kinderen. Zo'n 300 zorgmedewerkers leveren 24 uur per dag zorg aan gasten. En die gasten zitten tijdens de races ook nog eens op de allerbeste plek. Helemaal vooraan op een speciaal podium onder de hoofdtribune. We hebben daar een 200 meter lang rolstoeldek voor de hoofdtribune gebouwd. Op 3,5 meter hoogte, zodat de mensen perfect alles startfinish, de bochten, alles goed kunnen zien. Jetty, die zegt vooral gek te zijn op de snelheid van de Formule 1, hoopt daar een glimp op te vangen van haar favoriet. Ja, Max Verstappen natuurlijk. Verrassend. Als corona langzamerhand minder aanwezig is, hoe gaan we dan leven? Gewoon zoals we het gewend waren? Of toch niet? Hou je aan de basismaatregelen die iedereen bekend zijn. COVID is nog niet voorbij. Voetballer Luc de Jong uit Doetinchem maakt een sensationele transfer. De aanvaller verruilt het Spaanse Sevilla namelijk voor FC Barcelona. De overgang kwam gisteravond rond op de slotdag van de transferperiode. En dat terwijl een paar dagen geleden een terugkeer naar PSV nog een serieuze optie leek. De Achterhoeker wordt nu door trainer Ronald Koeman naar Barcelona gehaald. En welke rol de Jong bij de Spaanse topclub krijgt, dat is nog niet bekend. En in onze app leest u een uitgebreid verhaal met de trotse vader van Luc de Jong. Het was een klus van een jaar, maar eindelijk zijn de middeleeuwse schilderijen weer zichtbaar in de Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen. De schilderwerken werden in 1543 aangebracht bij de komst van Karel V naar Nijmegen. De schilderingen zijn tevoorschijn gekomen bij de restauratie van het interieur van de oude Valkhofkapel. In de loop der eeuwen is er over de schilderingen heen gekalkt en nu zijn er verflagen verwijderd, gebruikte materialen onderzocht, monsters genomen en lelijke reparaties weggewerkt. Het Rijksmonument is nog steeds als kapel in gebruik en wordt morgen door burgemeester Hubert Bruls geopend. En dan ander nieuws uit Nijmegen. Bij voetbalclub NEC is Pascal Arns opgestapt als teammanager van de jeugd onder de 21. Hij is het niet eens met het coronabeleid van de club en meent dat spelers op basis van medische keuzes worden uitgesloten. Zo zouden ongevaccineerde jeugdspelers niet worden uitgenodigd voor het eerste elftal. En mogen ze na een wedstrijd maar 5 minuten in de kleedkamer blijven, terwijl gevaccineerden een kwartier de tijd hebben. Ik vind dat je nooit op een medische keuze of welke keuze dan ook iemand mag gaan uitsluiten. En dat is wat op dit moment wel bij NEC gebeurt. NEC zelf begrijpt niets van het opstappen van Arns. Het beleid gaat ook niet veranderen, want de voetbalclub zegt de landelijke afspraken te volgen.
Ja, na 2 jaar afwezigheid is het Gebroeders van Limburg Festival in Nijmegen terug van weg geweest. Tijdens het evenement dat in september plaatsvindt, staat het centrum van Nijmegen volledig in het teken van de middeleeuwen. Vrijwilligers zijn al volop bezig met de voorbereidingen om bezoekers mee terug te nemen naar het jaar 1400. Sinds 2005 wordt tijdens het Gebroeders van Limburg Festival de middeleeuwen tot leven gebracht. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat vrijwilligers zich verkleden als middeleeuwse personages. Om dit ook tijdens de komende editie te kunnen doen, worden er honderden kostuums die de organisatie heeft gepast en op maat gemaakt. Op het moment dat ik een kostuum aantrek, dan groei je. Dan word ik groter. Ik ben maar een klein manneke. Maar dan ben ik ineens iemand. Zodra ik dit aantrek, dan ben ik ineens een hoge adellijke dame. Dat voelt voor mij heel anders dan hoe ik me in het dagelijks leven voel. De kleding voelt anders, heeft een ander gewicht. Je wordt getransporteerd naar een andere tijd eigenlijk. En dat is precies de reden waarom de kleding zo belangrijk is voor het festival. En de organisatie veel tijd steekt in het verzorgen van de kostuums. Om deze kleding te maken, daar zit echt tientallen jaren energie in van vele vrijwilligers, vele mensen, deskundige kledingmakers. Ja, dat is onvervangbaar, onbetaalbaar ook. En er zit zoveel vakmanschap in. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat we deze collectie hebben weten op te bouwen. En nu alles is gepast, kan het aftellen naar het festival beginnen. Ik denk dat deze editie echt voor veel vreugde gaat zorgen in de stad. Dat mensen er nu extra blij mee zullen zijn dat het weer plaatsvindt. En ook dat de vrijwilligers onderling er ook extra veel zin in zullen hebben dit jaar. Nou, ik denk dat heel veel Nijmegenaren het heel leuk vinden dat er weer wat gebeurt. Ik denk dat zelfs mensen voor naar de stad gaan om te zien wat dat nou oplevert in onze oude stad. Ja, het Gebroeders van Limburg Festival vindt plaats op 11 en 12 september en de toegang is gratis. En nu vele miljoenen mensen gevaccineerd zijn, lijken voor veel Nederlanders de coronazorgen voorbij. Daarnaast staat er weer een nieuw werk- of schooljaar voor de deur. En dat zorgt ervoor dat mensen hierdoor weer meer terugvallen in oude gewoontes. Zo, een box. Over het algemeen doe ik niet zo heel moeilijk. Ik knuffel gewoon weer. En de drie zoenen, gaat u die missen? Nee, maar die vond ik soms ook heel ongemakkelijk. Bij vrienden is dat prima, maar dat is zo'n gewoonte geworden dat... Soms ook bij mensen waarvan ik denk, nou, dat hoeft niet per se. Een box, een elleboog of gewoon hallo zeggen. In deze coronaperiode hebben we nieuwe manieren van begroeten ontdekt. Maar nu school en werk weer gaat beginnen en de urgentie van de 1,5 meter in de maatschappij verdwenen lijkt te zijn, lijken we terug naar normaal te gaan. En dat is logisch. Ik denk dat wanneer men elkaar weer gaat ontmoeten, die behoefte aan een hand en aan die oude gewoonte toch wel groot zal zijn. Dat we daar misschien in terug dreigen te vallen. We zijn hele sociale dieren. Ze worden heel erg beïnvloed door het gedrag van mensen om ons heen. Dus des te meer mensen wij handen zien schudden, des te groter de neiging om het zelf ook te doen. Maar dat is nog niet helemaal de bedoeling. Hou de afstand daar waar het mogelijk is. Ga vooral niet daarvan uit dat mensen die nu op school zijn of in studenten, dat je ook buiten de leerinstelling op elkaar moet hangen. Je moet toch proberen je afstand te vinden. Hou je aan de basismaatregelen die iedereen bekend zijn. Covid is nog niet voorbij. Maar of mensen daar nog trek in hebben? Wanneer er weer meer besmettingen zijn, is de noodzaak voor afstand houden weer een stuk groter. En zie je ook dat mensen dat risico ook groter ervaren en dus weer meer geneigd zijn om zich aan de maatregelen te houden. Dus het is rekbaar, maar het is wel steeds moeilijker. Krijgt u nog het weer? Er is vanavond vaak veel bewolking, maar het blijft droog. En in de loop van de avond en nacht kan er een mistbank in opklaringen ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden. Morgen breekt in de loop van de dag de zon vaker door. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. En na morgen dan wordt het weerbeeld steeds vriendelijker. De wind draait geleidelijk naar een oostelijke richting, waardoor de lucht droger wordt en de zon meer kans krijgt. De temperatuur gaat ook omhoog. En zondag kan het zelfs 24 graden worden. Het blijft droog. En dit was het Gelders Nieuws op onze Omroep Gelderland app. Vindt u meer nieuws? Ik wens u nog een fijne avond.